Ik ben Jeroen van Dun, galeriehouder aan De Lint in Oosterwijk. In deze online aflevering kijken we en luisteren we naar de kunstschilder Peter-Jacques Steeman. Belangrijk in zijn werk is de diversiteit van technieken, schilderstijlen en het continu proces naar vernieuwing. Maar nu eerst de nieuwe stukken in de galerie. Ik ben Peter-Jacques Steeman, beeldend kunstenaar. Ik ben hoofdzakelijk kunstschilder, maar ik begeef me op een vrij breed gebied. En de oorsprong ligt eigenlijk al in mijn vroege jeugd, toen mijn grootvader me op 4-jarige leeftijd al olieverf gaf. Die zag in mij een kunstenaar. En ik dacht, ja, dan moet ik dat maar worden. Ik heb het ook altijd gezegd, ik word kunstschilder. Mijn levensloop is een beetje anders gegaan. Ik heb gefotografeerd, ik heb veel gereisd en uiteindelijk ben ik toch terechtgekomen in een atelier waar ik me heel erg thuis voel. Fotografie die is bij mij in beeld gekomen op mijn 21ste. Dat was eigenlijk een soort toeval. Ik kwam in een fotostudio terecht en dat vond ik heel interessant op dat moment. Ik ben daar 35 jaar blijven plakken. Niet in diezelfde fotostudio, maar in de fotografie. En uiteindelijk ben ik toch weer gaan schilderen. Dat wil overigens niet zeggen dat die 35 jaar heel erg onbelangrijk zijn geweest. Want in die tijd heb ik leren kijken, heb ik de wereld gezien, heb ik heel veel mensen ontmoet. Een schilderskist bestaat niet zozeer uit tubetjes verf, maar juist uit al die ervaringen die je opdoet in het leven. Ik pin me niet vast op één stijl. Ik kijk naar het thema waarmee ik aan de gang ga en ik probeer de stijl daarop aan te passen. Zodat de zeggingskracht van zo'n beeld of zo'n project het beste tot uiting komt. Dat vind ik namelijk belangrijker als me vastprikken op één specifieke stijl. Dat kan heel expressionistisch zijn. Met heel veel textuur in de verf en heel veel beweging, ook beweging vanuit de hand. Maar het kan ook heel subtiel zijn met symboliek en iconografische voorstellingen samengevat in een soort verhalend doek. De wereld is zo mooi om te ontdekken, dat probeer ik te vertalen in mijn werk. Wat ik het meest belangrijke vind van beeldende kunst aan zich is de absolute ongeconditioneerdheid waarin je je werk kunt uitoefenen. Het moet vanuit de kern van je ziel moet het ontstaan. Het moet niet opgelegd worden door regeltjes of wat anderen ervan vinden. Nee, het moet puur zijn. Kunst moet puur zijn. Als het puur is, dan ontmoet je als kunstenaar in je werk jezelf, maar ontmoeten anderen zichzelf ook in jouw werk. Ik schilder niet alleen maar voor mezelf. Ik schilder de wereld, maar ook voor de wereld.